Dames en heren, goedemiddag. Is er een betere dag om over de monarchie te praten dan 30 april? Nou, dat doen we dan ook vandaag met drie deskundigen. De heer Patijn, oud Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en oud Kamerheer van de Koningin. De heer Van Ginneken, psycholoog en speciaal geïnteresseerd in de politieke psychologie. En de heer Van Wijnen, publicist, ook over de monarchie. En verder in de zaal ook allerlei deskundigen en in ieder geval geïnteresseerden. Voor- en tegenstanders van de monarchie. En ik zou bijna zeggen middenstanders. Dat wil zeggen mensen die niet zo voor en niet zo tegen zijn. Maar eerst drie momenten, drie belangrijke momenten uit de historie van de monarchie. 1918. Koningin Wilhelmina maakt samen met haar dochter Juliana een rondtour op het Malieveld in Den Haag. Daarmee toont ze de wereld dat het Pieter Jelle Stroelstra niet is gelukt de republiek ook in Nederland te vestigen. Links en rechts Nederland staan tegenover elkaar. Koningin Wilhelmina als symbool van de verdeeldheid. ...1945. Koningin Wilhelmina keert na de oorlog terug uit Londen. Haar inzet en de toespraken via Radio Oranje hebben velen geïnspireerd. Nederland wil eensgezind aan de wederopbouw beginnen. Van deze eenheid is Wilhelmina het symbool. Ik stel u hier Beatrix voor, uw nieuwe koningin. Ik ben blij mijn taak om haar over te dragen. Want ik kom in goede... 1980. Koningin Juliana kondigt op het balkon van het Koninklijk Paleis op de Dam haar aftreden en haar opvolgster Beatrix aan. De tijden zijn veranderd. De invloed en bevoegdheden van de koningin zijn sterk aan banden gelegd. Wat de monarchie rest, is nagenoeg alleen nog maar het symbool zijn. Maar het symbool waarvan? U heeft zojuist een huilende vrouw gezien. Dus kennelijk wekt het zien van de koningin nogal enige emoties. Welke persoonlijke gevoelens heeft u? Wie mag ik het woord geven? Gaat u gang. Nou, mijn persoonlijk gevoel dat wisselt nogal eens een keer. In de eerste plaats laat het me eigenlijk gewoon koud. Zij kennen mij niet en ik ken hen niet. Dan maakt het me eens weer verdrietig als ik een heleboel schoolkindertjes langs de weg bij een of andere gelegenheid zie verplicht zwaaien met een vlaggetje. En een lief liedje zingen voor de koningin. En of dat nu in Suriname of in Friesland het geval is, het is overal zo. En tenslotte maakt het me eigenlijk zo nu en dan een keer heel erg boos. Als ik merk gewoon van, dat men verplicht is onderdanig te zijn. Want het is dan toch maar zo Nederland onder Oranje. Om onderdanig te zijn, nou, dat wens ik niet te wezen. En dan denk ik gewoon van, in de Tweede Kamer zelfs gebeurt het ook nog, bij de opening van de Staten-Generaal op commando, leven de koningin roepen. Nou, dat vind ik belachelijk. Zijn er mensen die wel graag leven de koningin roepen? Ik wel, want het Surinaamse volk is gehecht aan haar koningin. En buitendien, ik vind het geen verplichting. Ik vind dat het vrij uit jezelf gaat. En ten tweede hebben de Hollanders ons dit zelf geleerd. En de koningin is altijd stapel geweest op het Surinaams volk. Dat mag gezegd worden. Dank u wel. Die mevrouw daar. Ik krijg een gevoel van nationale trots. Vooral met Prinsjesdag, bijvoorbeeld in Den Haag. Als dan de koningin met haar familie op het balkon verschijnt. En dan zwelt dat oranje bovenaan. Dan geeft mij dat een fijn gevoel. Een fijn gevoel van vaderlandsliefde en nationale trots. Meneer. Ik geloof niet dat het wat te maken heeft met het nationale trots. Het kan zo gauw verwarden tot nationalisme en chauvinisme. En dan gaat men ook zelfs bij koningen toch heel vaak weer naar een vorm van dictatuur zoals dat vroeger ook was. Het blijft voor mij en ook voor velen, als ik nog denk aan al die sjouwerij die je met de kinderen had, ik ben ook bij het onderwijs, om daar
voor de burgemeester liedjes te moeten zingen op 30 april. Voor dictatuur van een koningshuis ben ik niet zo bang. Daar zijn de zaken te goed geregeld. En u heeft net bij de inleiding al gezegd, meneer Bigwald, dat het koningshuis wat dat betreft erg aan banden is gelegd. En dat het zwaaien met vlaggetjes, zoals meneer Bult zegt, of zo u zegt, het opdraven voor de koningin, dat hoeft niet. Dat is ook allemaal vrij. U bent niet meer verplicht als onderwijzer, want ik ben zelf ook leraar geweest. Ik weet daar iets van. Aan de andere kant is het zo, zouden we minister-president hebben, dan gebeurt hetzelfde. Dus dat heeft niks te maken met dat. Ik heb iemand horen zeggen, het geeft mij een gevoel van nationale trots. Hè? Op zichzelf heeft de koningin, dat weten we allemaal, niet zo verschrikkelijk veel staatkundige invloed. Maar het blijkt toch voor sommige mensen een grote betekenis te hebben. Hoe komt dat? Nou, het is heel, heel prettig voor een land als er een symbool van de nationale eenheid is en van de geschiedenis. En in Nederland belichaamt het Oranjehuis dat tot op zekere hoogte. Maar aan de andere kant worden er vanuit de psychologie ook allerlei theorieën aangereikt waarom mensen die behoefte zouden hebben aan vereering en vertrouwen in hooggeplaatste lieden. En er wordt dan bijvoorbeeld wel geopperd dat mensen als klein kind altijd ouders boven zich hebben die ze bescherming bieden. En dat ze in hun latere leven toch die neiging hebben om dat soort van krachtsfiguren weer op te zoeken. Een koning, een koningin, een paus. Waar ze zich in vertrouwen aan kunnen onderwerpen. En meneer Van Wijnen, verklaart u ook zo die aanhang voor het koningshuis? Ja, het koningschap appelleert aan het gevoel, dat is duidelijk. En het zou naar mijn idee moeten appelleren aan het verstand. En dat is niet het geval. Dus je krijgt een vermenging van functies, waarvan de politiek eigenlijk sterk is onderbelicht, maar ook een beetje onderschat. En een overbelichting van die sentimenten. En daar doen we allemaal aan mee. Dat wil zeggen, daar doen alle tijdschriften, bladen, kranten, radio, televisie aan mee. En dat wekt een misverstand dat hardnekkig is en dat in omloop wordt gehouden eigenlijk. Hoewel dat de indruk dan versterkt dat er ook nog een politieke invloed is. En die is sterk afgenomen. Die is eigenlijk helemaal niet meer. Behalve op momenten van kabinetsformatie. En wat dan overblijft is de concentratie van gevoelens op die, wat dan genoemd wordt, wat Van Ginneken zal noemen, de sociaal-psychologische functie. Nou, die is er ook wel, maar die doet zich eigenlijk maar zelden voor als politiek ter zake. Dus waar praten we in het algemeen over? Over menselijke dingen en menselijke eigenschappen die in feite ver buiten de politiek staan. Meneer Patijn, er wordt wel eens gezegd dat de grote aandacht voor de monarchie, hè, en de gevoelens die dat wekt, ten nadele werken van de politiek. Dus dat de politiek daardoor een lagere rangorde krijgt dan het misschien anders zou hebben. Die indruk krijg ik niet wanneer ik de Nederlandse politiek op de televisie volg. Integendeel, ik heb het gevoel dat een koningshuis dat verbonden is met de geschiedenis, dat dus appelleert aan een instinct van dat is de vrijheid waaruit we geboren zijn. De Oranjes die vertegenwoordigen dat toch voor het gevoel van het land, maar die tegelijkertijd geen directe politieke invloed heeft. De politiek dient, want het betekent dat het gezag veilig is gesteld en een goede gedachte vertegenwoordigt en de politiek kan zijn gang gaan. En dan is er altijd nog wel een zekere invloed van evenwicht die daar vanuit de kroon gaat, zonder dat dat rechtstreeks in de politiek grijpt. Tegenstanders van de monarchie die zeggen wel eens, ja, het is toch een beetje gek. Iemand die wordt koning omdat hij toevallig in een bepaalde wieg in een paleis heeft gelegen. De erfelijkheid. Ik zou daar graag in het publiek wel eens de voorstanders van de monarchie willen horen over dat argument. Van, is dat nou goed, die erfelijkheid? Wie van u wil erover? Dat is een moeilijke kwestie. Het koningshuis, ik geloof toch wel dat degene die de functie daarvan vervullen aan een zekere kwaliteit moeten voldoen. En je zou niet apropos moeten zeggen dat iedereen dan daar maar van profiteren moet. En dat je dus zomaar kunt zeggen dat diegene die in die wieg gelegen heeft dan zo koning of koningin moet worden. Ik geloof dat er ook erg veel gesleuteld wordt aan deze mensen en dat ze een zware opleiding voor die tijd hebben voordat ze zover zijn. Die erfelijkheid, ik dacht dat die in Nederland al een hele tijd geleden afgeschaft was voor andere functies. Als mijn vader bijvoorbeeld commissaris van politie is en ik lig in zijn wieg daarbij,
is niet zo dat ik automatisch ook commissaris van politie ga worden. Je hebt een soort sollicitatieprocedure. En voor het Koningshuis kun je dat dan vertalen in een sollicitatieprocedure. Met verkiezingen naar een president of een andere vorm toe, maar in ieder geval wel. Een republiek toe. Ik vind gewoon dat het Koningshuis dat is in de situatie geplaatst. Dus ik vind automatisch dat dat zo door moet gaan, doorgang moet vinden. Als zij zich geroepen voelen tot die taak, vind ik dat niet dat ik mag zeggen van nee, je moet het maar niet doen. Zij voelen zich door de jaren heen, door de eeuwen lang zijn de Oranjes dienstbaar geweest voor Nederland. Daar werd hier net gezegd, als ze zich geroepen voelen tot een koningschap. Maar ik heb helemaal niet gemerkt en niet begrepen dat die mensen zich geroepen voelen. Ze worden gewoon aangesteld. Ik zie daar helemaal geen roeping in. Meneer Van Wijnen, heeft u wel eens medelijden met de koningin? Nee, want de vraag over de roeping doet in feite niet ter zake. Want de grondwet heeft de functie geschapen en houdt die in stand. Dus die functie is er. Maar hoe zou de regering het probleem oplossen dat voortvloeit uit de mededeling van prins Willem-Alexander, bijvoorbeeld, wanneer hij te kennen geeft dat hij er geen zin in heeft. En zijn broer zou willen laten voorgaan. En dat is niet zo'n uit de lucht gegrepen speculatie, want hij geeft daar namelijk zelf iets over te kennen in dat boekje dat zojuist verschenen is. En waarin hij weliswaar speculerend dat punt behandelt, maar niettemin de mogelijkheid onder ogen ziet dat hij van zijn troonopvolgingsrechten afziet. Nou, dan doet het de zaken wat de regering daarvan zou vinden. Tot dusver is steeds het standpunt van elk kabinet geweest dat zoiets niet kan. Daar zit een morele ondertoon in. Zoiets zou niet mogen. Maar het zou volstrekt in overeenstemming zijn met onze opvattingen over zelfbeschikking, emancipatie, als wij dat recht aan prins Willem-Alexander wel zouden toekennen. En de vraag is dan alleen, is lijden dan in last? Of is dat heel normaal? Ik zou het heel normaal vinden. Ik wil het met u nog even doorgaan over het volgende. De staatkundige betekenis van de koningin is, zeg, minder natuurlijk dan een eeuw geleden. Nu zijn er nog wel eens mensen die dat verder willen verminderen. Bijvoorbeeld, de Kamer wijst de formateur aan en niet meer de koningin. Of de minister-president spreekt voortaan de troonrede uit. He, want het is zijn rede en de koningin opent het nog even met een persoonlijk woordje. Wat zou meneer Partijn daarvan vinden? Ik zou er geloof ik niet voor voelen. Als de Kamerformateurs gaat aanwijzen, dan worden het automatisch de leiders van grote fracties. En dan zit je volkomen gebakken aan wat zo'n besluit ineens genomen wordt in het parlement. Terwijl de vorm die wij hebben, dat de koningin een heel aantal mensen consulteert en dan na lang overleg alle mogelijke fantasieën kan loslaten op de Nederlandse politiek. Informateurs, opdrachten meneer A, opdrachten meneer B, brengt tenslotte een veel grotere mate van eensgezindheid tevoorschijn dan dat men dat aan het parlement zou overlaten. Dus de soepelheid is veel groter onder de vorm die wij hebben dan wanneer men dat om redenen van rationaliteit en van logica zou geven aan het parlement. Kijk, als er politieke partijen waren die in grote eensgezindheid een kabinetsformatie konden beslissen direct na verkiezingen, dan was er geen koningschap nodig dat hier moest tussen beiden komen. Het is een gevolg van het gebrek aan eensgezindheid in de politiek dat die rol nogal eens naar voren wordt geschoven en sterker wordt en ook wel wisselt, want het is niet altijd hetzelfde. Maar het ligt een beetje aan de politiek. Dus als wij in eerste plaats een ander systeem zouden hebben dat zou voorzien in formaties van twee grote blokken, dan was het vrijwel de dag na de verkiezing al duidelijk dat er een bepaalde combinatie kon optreden. En dan was er geen langdurige kabinetsformatie nodig en ook geen formateur en ook geen koningin daarin. En doordat er veel geknoeid wordt, doordat er veel regelschennis is op dat gebied, wordt de positie van de koningin dan ook belangrijker. En dat legt men dan weer uit als oneigenlijke invloed. En dat is weer een verkeerd begrip, want het is als haars ondanks is dat soms het geval. Ik wil er nog eens de vraag aan de orde stellen, dat hoor je ook dikwijls. Ja, zo'n koningshuis, dat is nu wel mooi, maar het kost zoveel geld. He, er komen steeds meer prinsen en prinsessen. Wat dat betreft verandert er in Nederland nogal wat. Er is enige discussie geweest over die 9 ton voor prins Alexander. Wie wil daar iets van zeggen? Ja. Nou, het is in wezen natuurlijk een hele slechte vraag. Ik vraag ook niet wat mijn moeder kost of wat mijn dochter kost.
Je kiest voor de monarchie en dan kost dat Nederland geld. En dan zijn we zo handig in Nederland en zulke handelslui. Dan hopen we dat er meer uitkomt als dat er ingepompt wordt. Nou, ik vind dit misbruik van de monarchie, op deze manier daarover te denken. Ja. En dat is mee een reden om die af te schaffen. Ja, ik begrijp niet goed. Ik begrijp niet goed waarom het veel geld moet kosten. Het is nou eenmaal zo, het kost veel geld. Dat het veel geld kost is tot daaraan toe. Maar de vraag die er direct aan vastzit is, wat heb je eraan? Waar betalen we het voor? Wat weten ze van het volk? De vorsten kennen het volk niet dat hen voedt. Ze omringen zich met een cordon van middelmatigheid dat of werkelijk leugen preekt, of het beetje waarheid zo verdrinkt in frasen, in deftige gemeenplaatshalfheid, dat zo'n waarheid niet veel beter lijkt dan leugen. Citaat van Multatuli dat ik hier breng. Ik moet u nu even onderbreken, want ik zie nog andere mensen die daar graag iets over willen zeggen. Ja, die meneer, die hebben we nog niet gehoord. Die meneer. In uw inleiding zei u net dat er komen zoveel prinsen en prinsessen en dergelijke. Maar ja, ik wil me daar niet mee bemoeien, hoor. Weet u wel dat al die prinsen en prinsessen in Nederland van het Koningshuis geen geld krijgen? Dat het alleen maar koningin Beatrix is en prins Klaus en dan nu aanstaande 27 april Willem-Alexander. En onze oud-koningin Juliana en prins Bernhard krijgen geld en de overige leden van het vorstenhuis krijgen geen geld. Maar daarentegen, als wij dus een koningin, als wij een koningin hebben en een monarchie in Nederland, dan moeten wij er ook voor zorgen dat ze zich kunnen tonen als koning en als prins van Nederland. Meneer Van Wijnen, eigenlijk is die kwestie van dat geld niet zo belangrijk. Hè? Het is het niet meer, want het is in de jaren 70 definitief geregeld. Enerzijds met de bedoeling om die zaak voorgoed wettelijk ook te ondersteunen. En anderzijds om het hele onderwerp een beetje buiten de politieke discussie te brengen. En dat was het voordien niet, doordat er steeds over gepraat moest worden en de koningin de indruk kon wekken dat ze op de uitoefening van haar functie, die betaald wordt en moet worden, geld moest bijleggen. En de regering heeft in die tijd toen gezegd dat kan niet langer, want dat moest dat particulier vermogen daarvoor worden aangesproken. En het gaat om een staatsfunctie, het koningschap is een staatsambt en de daarvan afgeleide functies daaromheen zijn ook relatief gesproken staatsambten. En die moeten betaald worden zoals het minister-presidentschap en het ministerschap en het kamerlidmaatschap betaald worden. En in 1970 is daar een nieuwe wettelijke regeling voor getroffen. En sindsdien is dat voor alle partijen goed opgelost. En is het politiek gesproken geen probleem meer. En nochtans blijft dat verhaal wel rondlopen dat het ontzettend veel geld kost. Maar hoewel het bedrag niet helemaal vaststaat omdat het niet meer goed te achterhalen is, is het in termen van overheidsuitgaven niet een indrukwekkend bedrag. Het ging in 1970 om in totaal 14 miljoen gulden. Die de hele instandhouding van het Koninklijk Huis met de daaraan verbonden functies kostte. En dat was altijd nog minder dan de kosten van onderhoud voor het kleinste departement dat wij hebben. Dus in die betrekkingen en die verhoudingen moet dat dan ook beoordeeld worden. Ik heb nog een andere vraag, meneer Van Wijnen. Het is bekend dat ontzettend veel mensen de koningin een brief schrijven. Als ze in moeilijkheden zijn, als ze het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig zijn behandeld. Het is een facet van die bijzondere symboolfunctie. Ik heb de indruk dat het iets minder is dan het in de jaren 70 was. In zijn boekje over het functioneren van het parlement heeft de oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Vondeling, destijds enig misbaar gemaakt over het gemak waarmee in de hofhouding die functie van het koningschap werd benadrukt, als het ware, om ook wel zoveel brieven uit te lokken. Want hij vond dat niet goed. Hij vond dat mensen, dat staatsburgers zo volwassen moesten zijn dat ze wisten dat de koningin die rol niet kon spelen. En dat men met klachten, met grieven, met wensen bij departementen moest zijn. Dat zijn de organen van de staat die direct de oplossing kunnen geven. Dan wel bij de lagere overheden. En dat die brievenbusfunctie van dat koningschap, die er is, dat is een realiteit. Ik weet niet om hoeveel brieven dat gaat per jaar, maar dat schijnt wel in de tienduizenden te lopen. Misschien wel zijn er jaren geweest van 100.000. Dat die functie eigenlijk te veel benadrukte dat er defecten waren aan het politieke systeem waarin dan de koningin zou kunnen voorzien. Nou, die defecten zijn er wel, maar zij kan daar zelf niet in voorzien. Ik ben zo'n gewone burger, als ik dat zeggen mag.
En ik vind het helemaal niet vreemd dat burgers zich tot de koningin of tot de koning wenden, omdat zij ook brieven krijgen. Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden, wat natuurlijk een pure tegenstelling in zich is, want God wenst geen koningen naast zich, maar oké. Daar hebben we het nu niet over gehad. Maar er zijn gewone burgers die krijgen brieven van wij, Beatrix, koningin enzovoort. En dan worden ze gesommeerd om dit of dat te doen of na te laten. In het Staatsblad worden ook de dingen in haar naam gepubliceerd. Dat gewone burgers dit lezen, hiermee geconfronteerd worden en daarop reageren naar Soestdijk of naar het Noorderhout, dat vind ik voor de hand liggend. Meneer Van Gieneke, ik wou eens naar de toekomst kijken. We hebben nu, en tot tevredenheid van praktisch iedereen, steeds koninginnen gehad. Binnenkort, wat zeg ik, dat zou best nog eens 20 jaar kunnen duren, krijgen we een koning. Zou dat verschil maken, denkt u, in de waardering van de monarchie? Ja, ik denk dat er een heel grappige voorbode al was van het verschil wat dat maakt. Met de heisa over het zakgeld, tussen aanhalingstekens, van Willem-Alexander. Mensen die hoorden dat, dat er 900.000 gulden apart was gezet, hadden onmiddellijk fantasieën van dat blonde joch in die blazer, dat hij in rode sportauto's achter de fotomodellen aan zou gaan zitten en in nachtclubs dat geld over de balk zou gooien. Je ziet dat psychologisch dat heel anders werkt in een nog steeds grotendeels mannenmaatschappij. Of je een jonge jongen hebt die kroonprins is, of dat een vrouw is die in zo'n mantelpakje met muntschoenen, met dan munten met haar eigen beeldenis weer erop rondstapt. Dat is niet zo bedreigend kennelijk in onze maatschappij. In het verleden hebben we daar nooit veel soeza over gehad, over Beatrix. En ik denk dat een voorbode is van het feit dat als Willem-Alexander koning wordt, dat psychologisch er een grote revolutie plaatsvindt na 100 jaar koningin. Vinden de mensen in de zaal dat ook? Dat het verschil maakt dat we straks een koning krijgen. We hebben nu de moeder des vaderlands. Dat geeft toch iets aardigs. En dan krijgen we een koning. Loopt misschien wel eens een keer in militair uniform. Dat schijnen koningen wel eens te doen. Denkt u dat dat verschil maakt? Ik dacht dat het wel degelijk verschil maakte of er een koning of een koningin was. Je kunt dan toch nog altijd, als je kiest voor die monarchie, een koningin hebben. Ik dacht dat als een jonge prins koning gaat worden, dan heb je de kans dus dat hij het militaire uniform aantrekt. Je krijgt dan heel de verheerlijking van dat militarisme weer terug. Hij wordt straaljagerpiloot en kortom, dat gevaar zit er, vind ik, levensgroot in. Zien de voorstanders van de monarchie hier dat ook zo? Nou, ik dacht dat de feministen in ons land apetrots mochten zijn op de 4 koninginnen die we gehad hebben. Emma, Wilhelmina, Juliane en ook nu Beatrix. Wij komen nogal eens in Engeland en ik moet u vertellen dat ze daar met veel bewondering kijken hoe koningin Beatrix zich presenteert. En nu de vraag over de koning. Dat hij zich natuurlijk in een militair uniform, ik weet er niks van. Meneer Bult zit daar toch ook in een kledij die opvalt. En ik kan daar niet over enthousiast over zijn, maar ik kan er ook niet om verachten. Hij wil dat nu een keer zo. Bovendien is de koning daar niet vrij in en hij zal zijn taak wel eens in een uniform moeten doen. Ik zie daar ook 40 jaar na de bevrijding totaal niks verachtelijks in. U begon net dat de feministen trots mochten zijn, maar ja. Ik denk dat de feministen trots zullen zijn, of zouden zijn, als Irene bijvoorbeeld koningin was. Dat is een heel nieuw gezichtspunt. Nog even deze meneer. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik hoop dat hij de wijsheid van zijn oma en van zijn moeder heeft. Dank u wel. Meneer Van Weidingen, u wou er ook iets over zeggen. Nou, het staatkundig maakt het natuurlijk niks uit. Nee. Het zal psychologisch wel wat uitmaken. En het heeft in de geschiedenis van de Nederlandse monarchie wel wat uitgemaakt ook. Toen de monarchie op het dieptepunt van populariteit was, in 18 en de jaren 80 van de vorige eeuw, en Nederland zijn laatste koning begraven had, hebben twee vrouwen, de regentes en haar dochter, later de koningin Wilhelmina, met haar beiden
dat dieptepunt weer gepasseerd en die monarchie weer populair gemaakt door als moeder en dochter werkelijk op tournee te gaan en de sympathie van de mensen weer te mobiliseren. Dat is denk ik ook actief geëxploiteerd op dat moment. Dat heeft lang geduurd en dat was een wat men in de geschiedenis dan noemt een zeer vertederend gezicht. En die factoren zijn gebruikt om de monarchie destijds weer aanzien te geven. Dus hieruit kun je zien dat het wel terdege uitmaakt of men met vrouwen werkt of met mannen. Al moet je het wel zien tegen de achtergrond van de politieke geschiedenis. Het koningschap van Willem III was bepaald anders dan dat later van zijn opvolgsters is geweest. Meneer Partijn, ik heb eens een republikein horen zeggen. Ik zou waarschijnlijk geen bezwaar tegen de monarchie hebben als er niet zoveel mensen monarchist waren. Want dat acht ik het probleem. Want die geven aan de politiek en die geven aan het maatschappelijk leven een verkeerde richting van de monarchie. Ja, men heeft in de eerste helft van deze eeuw heeft men de positie van de kroon gebruikt als een bondgenoot tegen het socialisme, tegen de arbeiders en tegen links. En daar heeft de kroon zich eigenlijk alleen maar aan kunnen ontworstelen in de laatste oorlog. Toen Wilhelmina terugkwam uit Engeland, was dat volstrekt voorbij. En dat is een winstpunt dat er is gebleven. Ik zie niet in waarom, als er straks een koning is over 20 jaar... die inmiddels ook in Nederland heeft rondgekeken, waarom dat anders zou zijn dan onder een koningin, als die een beetje verstand heeft, en ik neem aan dat hij dat van huis uit wel meegekregen heeft, dan zal hij die rustige zelfde rol kunnen vervullen die zijn moeder en zijn grootmoeder en zijn overgrootmoeder hebben vervuld. Ik dank alle mensen aan de tafel, maar ook alle mensen in de zaal voor hun bijdrage aan de discussie. Zelf heb ik de indruk dat we gepraat hebben over een onderwerp dat eigenlijk in de politiek niet speelt. De monarchie wordt toch door de grote meerderheid van het Nederlandse volk aanvaard. En voorlopig kan men in Huizen ten Bosch best rustig gaan slapen. Hartelijk dank voor uw kijken. Heb ik er een kijkers? Ja, ik heb het.